Zo. Tada. Zet hem op, hè. En mijn baby weer hem. En dan? Ah, is ze van de duikplank. Oh, daar is papa. Hier. Zo mooi gedaan. Kijk eens. Nog even een trappie dan. Wij zijn M. Wat is dat voor liedje? Wat voor je meer? Oeh, jongens, wat is dat voor liedje? Morgen gaan jullie weer zien, jongens. Een hele goeie morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellenkaas familievloggers. En het is vandaag een hele speciale dag, want Lucilla gaat afzwemmen voor haar A-diploma. Zeg eens A. A. Nou ja, dat was je diploma A. Zullen ook jullie jouw feestje? Ja, Lucilla ook een beetje een feestje. Ja, zoals jullie wellicht, ja, ik zal misschien een klein beetje updaten, ja. Wat is er? Ja, oh, ze heeft gisteren al iets gespot in de auto. Ik had een leuk cadeautje voor haar gekocht, maar ze heeft al iets stiekem gespot. Nou, dan brengen we terug. Brengen we terug. Ja, je krijgt alleen als je slaagt, hè? Ja, anders is het voor mama. Nee, maar Lucilla die gaat vandaag voor haar A-diploma opzwemmen, jongens. Zoals jullie wellicht een beetje het verhaal gehoord. Zo'n klein, korte update geven, jongens. Vorig jaar toen corona viel, toen was haar A-diploma ingepland. Ze kon eigenlijk gewoon op voor A vorig jaar. Alleen ja, toen gingen alle zwembaden dicht. Toen had ze niet meer haar A-diploma feestje, zeg maar. Zoals we dat eigenlijk altijd vieren voor alle kids. En nu zijn we weer begonnen met zwemlessen. Corona kwam ertussen, verhuizing kwam ertussen. We zijn vorige week begonnen. En ondertussen heeft ze eigenlijk altijd gewoon blijven zwemmen. We hebben natuurlijk ons eigen zwembad hier. Dus ze kan super goed zwemmen. Ook met haar zeemerminnenvin. Alleen ja, dat feestje had ze toen net gemist. En badmeester Martijn heeft vorige keer gekeken hoe ze het deed. En hij zei, ja, eigenlijk kan ze ook al prima op voor B. Dus hij overlegde even met ons van ja, wat willen jullie? Willen jullie haar meteen voor B op laten gaan? Waardoor ze A eigenlijk een soort van mist. En toen zeiden we van, kan ze niet in één keer voor A en B tegelijkertijd? Ja, dat mag officieel niet, zei hij. Dus toen zeiden we van, nou weet je, dan laten we haar wel gewoon voor A op gaan. Want anders heeft ze haar A-diploma gemist, zeg maar. Dat feestje wat Luan wel heeft gehad. Toen hij voor zijn A opging en voor zijn B. Dus laten we haar wel gewoon voor A op gaan. En dan doen we een volgende keer dat ze dan ook voor B op kan gaan. Volgende week dan is dat, ja, volgende week voor B. Maar dan heeft ze in ieder geval haar feestje, jongens. Want ja, dat was toch wel een beetje iets wat er een beetje bij hoort. Hè? Vooral als het je eerste diploma is. Mm-hmm. Dan wil je dat niet missen natuurlijk. Oh ja, en je paspoort moeten we meenemen. Ja, die zit er in de zwemtas. Ja, de zwempaspoort. Paspoort? Ja. Met al die stickers erin. Oh, ja. Ik dacht ja. Paspoort. Ja, nee, de zwempaspoort. Ja, nee, de zwempaspoort. Die zit alleen in de zwemtas. Ja? Dus we gaan vandaag weer lekker zwemmen. En oh ja, omdat het dus een beetje een feestje is, zouden normaal gesproken opa en oma ook altijd komen. Alleen jullie hebben gisteren in de vlog gezien dat opa net geopereerd is aan zijn rug. Die ligt dus te revalideren in bed. Dus die kan niet komen. Maar oma die komt wel mee. En ze neemt haar badpak mee. Dus we gaan daarna ook lekker vrij zwemmen. Ja, oma die moet er ook aan geloven. Ja? Ja, we hebben de zwempak al aangedaan. Ja, jij ook. Luan ook. Ik vertrok hem nogal aan. En zelfs mama aan. Kijk, die heb ik eronder aan. Oh, papa is al wel. Ja, die hoeven we niet te zien. Die hoeven we niet te zien. Papa is sowieso. En Liesjes, die gaat ook mee. Die ligt hier lekker. Ja. Wat is het? Oh, wil je nog een bolletje, jongen? Ja. Kijk eens. En dus we zaten even lekker te ontbijten. Aan het weekend zo'n ontbijtje. Nou, dus, we buiten slapen. En we buiten slapen. Ja. We gaan nou zo. Kan je slapen? We moeten bijna niet zwemmen. Ik wil zeggen. Daniel zit net een heel leuk verhaal te vertellen over oma in haar jonge jaren. Omdat we zeiden, oh ja, dat gaat met oma ook van de glijbaan. En toen komt daar met een heel leuk verhaal. Wil je dat nog een keer vertellen? Okay. Toen wij op vakantie waren in Portugal, had je daar van die glijbanenparken. En toen gingen we naar boven. Op de hele hoge etage had je 5 verschillende glijbaan afgangen. En toen zeiden ze, nou kinderen, waarom gaat dan de langzaamste? En toen zei opa, die. De rapido. De rapido? Oké. Okay. Dus ging oma, wij gingen eerst. Dus dan komen, dus vangen wij beneden op oma. Ja hoor. En dan ging oma en hoorde. En dan baaf. En toen in één keer. Nou, dat is hartstikke naar oma. En dan denk ik, Sonja. Mama, je topje. Mijn oma was heel bruin. Alleen het topje niet. Dus je had echt van die witte filmlampen in dat glijbaanpark zo.
Dat Sonja zich schaamde en die verstopte zich. Ik zat te gniffelen en Mirjam die dook het bikini-topje op. Deze gaat niet zo hard als de rapido. Deze gaat niet zo hard als de rapido. Ga je dat leuk met de actiecamera vlog, hè? De oma, hè? In het topje verloren. In de jonge jaren. Nou, dan gaan we met oma straks van de rapido, hè? Oh nee, niet van de rapido. Ja, nee, van de zachtere versie. Dit is mijn paspoort. Dit is inderdaad het paspoort. Het zwempaspoort van Lucilla. Wat ze bij zwemlessen gebruiken van Sepp en Sonja. Ja, ik heb vliegtuigen. En hier kan je zien wat je alles moet doen. Ja, en deze stickers, die mag je eigenlijk ook plakken. Die heb je ook, hè? Ja, heb je niet gekregen, maar... En mama, denk je, even kijken hoor, dat is maar 1% verder. Denk je dat ik die ook ga halen? Die steen? Ja, maar ja, meester met tijd. Oh, je wilt die grote robijn. Je hebt natuurlijk... Eigenlijk moet je die kist ook even bakken. Ja? Dat is helemaal boven mijn kast. Kan ik niet bij. Oh, die pak ik zo wat voor jou. Ja, wat is het, schatje? Ik wil een keer 4 punt ook een zwemles. Ja, maar als je 4 bent ook naar zwemles. Ja, ja. Dan maar Loekje, dan ga je niet meteen in het grote zwembad hoor. Dan ga nee, je eerst... Wat is het warme spartelbadje? Ja. Ja. Om watervrij te worden, maar dan ben jij wel. Loekje, dan ga je voor deze sticker. Ja, ja. Voor die sticker. Ja. Spetterpret. Is jouw heel fijn. Maar zal ik eens even lezen? Want je kunt hier precies in dit boekje lezen wat Lucilla zo meteen moet gaan doen voor haar A's-diploma. Kijk, deze lijst, die gaat badmeester Martijn zo meteen met jou afwerken om te kijken of je alles kan. 15 dingen. Met kleren aan de potloodsprong. Dat kan ik. 15 seconden water trappelen met kleren aan. Dat kan je ook. Met kleding van buik op rug en weer terugdraaien. Ja, dat kan ze ook. Met kleding zelf op de kant klimmen. Ja. Met kleding 12,5 meter schoolslag. Zwemmen. Dat kan ik toch? Jazeker, 12,5 meter. Dat is niet zo heel ver. Eigenlijk valt wel mee. Met kleding 12,5 meter enkelvoudige rugslag op de buik zwemmen. Zo. Ja. Zo ja. Al een beetje duiken. Een beetje. Beetje? Ze kan al heel goed duiken. Door het duikscherm zwemmen van dat op 3 meter ligt. Kan ik dat? Ja, weet je, vorige week ging je gewoon veel verder. Ging je verder van B eigenlijk. Ja, dat was eigenlijk van B. Dus dat is ook appeltje eitje voor Lucilla. Appeltje. Even kijken. Door het 50 meter schoolslag zwemmen. 50. Ja, is het bad heen en weer zwemmen zonder kleding. Dus hoe vaak? 2 keer? Gewoon zo zwemmen. Volgens mij is dat 2 keer heen en weer. Ja, 2 keer. Kan ik ook zelf. Ja. 50 meter enkelvoudige rugslag. Dus 50 meter plat heen en weer op je rug zonder kleren aan. Dat kan ja. Ook heel makkelijk. 5 meter borstcrawl, 5 meter. Dus het stelt niks voor. Ja, kan je zo. Voor Lucilla dan aan jongens. Voor Lucilla. Ja, borstcrawl kan ze ook al heel goed. Doet papa ook. Ja, die kan dat ook. En 5 meter rugscrawl. Dus op de rug zo. Dan moet je de armen lang maken. Hè? Ja. Een beetje lastig aan, dan moet ik steeds... Dan moet je ademhalen, ja, dat klopt. En 2 keer 5 tellen drijven op de buik. Oh, dat kan ik ook. Nou, Lucilla kan misschien wel een minuut drijven. Ja, dat hebben we eens gedaan hier aan ons zwembad. Jij kan heel lang drijven. Maar niet op mijn buik? Nee, niet op je buik. Nee, sorry, je kan niet een minuut onder water. Op je rug is dat, sorry. En 5 keer op je buik drijven. Ja, en dan 5 en daarna 10 seconden drijven op de rug. Dat was dat. Ja, dat kan je ook. En 60 seconden water trappelen. Nou, bij ons zwembad heeft Priscilla al een keer 3 minuten water getrappeld. Het was gewoon 3 minuten lang. Ze bleef maar doorgaan. Op een gegeven moment moest ik zeggen, Sil, je mag naar de kant hoor. Je bent al 3 keer zo lang als dat je moet. Ja, dus ook 1 minuut water trappelen. Nee, dat was 3 uur. Nee, geen 3 uur. Dat is een mooie challenge. 24 uur water trappelen. Oh. Ja, dit is het papje. Ja. Hij zei 4, ben ik op een zwembad. Dus krijg je ook zo'n mooi boekje. Mama, dan krijg ik deze wel. Kijk maar. Ja, eigenlijk krijg je die. Ja, Lucilla vindt het heel erg leuk die stenen en diamanten verzamelen. Dat is bij deze zwembad. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Pak mijn schatkist. Zal ik hem even pakken? Ja. We gaan hem even laten zien, jongens. Ja. Eens even kijken waar jouw schatkist ligt. Oeh. Op een geheime plek. Ja. Hierheen. Waar is hij? Kijk, daar is hij, hè. Hoe gaan we die nou weer pakken? Oeh, zwaar. Nee, kom met mee. Oeh. Kom, laat me vallen. Oeh, alsjeblieft. Nou, gaan we eens even kijken. Wat hier allemaal in zit, Luxie. Ik vind Luxie ook heel leuk, dit. Zo
Piraten. Piraten, daar zitten geen piraten in. Hier zit de schat van Lucilla. Kijk, hier moet mijn... Mijn bedaling, hier is echt mijn boekje. Waar heb je het boekje, liefje? Waar is het boekje? Had je net mee? Kijk. Kijk, dan moet het boekje hier zo. Die moet daar. Hier, en hier moet... Hier kan alle medailles. Hier moet zo meteen A-medaille komen. En dan B en dan C. C. En dan hier... Oeh, hier heeft ze deze al. En dit is een groene... Kijk, het staat eronder. Dit is een groene smaragd. Die heeft ze dan gekregen omdat ze weer wat dingetjes kon op zwemles. Ja, en dan hier komt een paarse toch? En dan krijg je die andere. Ja, dan krijg je, moet je een badmeester vragen en dan uiteindelijk krijg je de reuze robijn. Ik weet niet wanneer je die krijgt. Moet je even een badmeester vragen hoe dat precies werkt. Bij C? Denk ik. En dan hier kun je alles in verzamelen. Ja, wat is hier, moet je hier dan in? Dat weet ik eigenlijk niet. Want dat is wel leuk om hem te vullen. Ik ga voor de zekerheid meenemen. Wil jij meenemen, liefie? Ja? Nou, dan mag je meenemen. Goed? Ja, Lucilla vindt het heel erg leuk met die, met al die, ja. Ze is gewoon heel trots op als ze weer wat heeft verdiend op zwemles. Waar is de sleutel? Ja, dat is een nepsleutel. Ja, dit is misschien wel even leuk om dit goed te laten zien. Want dit krijgt ze dus als ze op zwemles gaat. En ja, de eerste bladzijde, die slaan we even over. Er zijn er gegevens op. Maar hier zie je dus wat je allemaal kan sparen. En dan uiteindelijk krijg je die stenen en dan de grote robijn. Lucilla heeft dus die. Ik weet niet hoe het met deze ging, maar ja, we hebben natuurlijk een coronastop gehad. Ik weet waar deze voor zijn. Waar dan voor? Kijk, hier zitten toch gaatjes. Daar moet het leentje van de medaille. Oh, het leentje. Heel slim. Die, dat doe ja, deze slim. Je bent echt slim, Lucilla. Heel goed. Heel goed. Maar kijk, dan gaan we de boekjes door. Nou, iedere keer kon ze dus voelen hier spetterpret. Spetteren, springen en draaien. Dat kunnen Zep en Sop wel. En dan krijg je dus zo'n sticker. Dus het was in het alle begin, weet je dat toch? Ja. En mocht je uit de grot mocht je zo'n sticker gaan halen. Okay, ja. En hier heeft ze die sticker. Dat zijn allemaal stickertjes. Die heeft ze dus iedere keer verdiend. En hier heeft ze een sticker verdiend. En zo gaat ze dat hele boekje door. En iedere keer krijgt ze weer een sticker. Als ze weer wat kan. Of een diamant. Zie je dat? Ja, eerst krijg je allerlei stickers. En dan... De lijst met krullen. Dan krijg je de stickers van wat je allemaal al kan. En als je alle stickers hier hebt, dan kan je dus op voor A. En Lucilla, die, ja, dit is dus door corona nog niet helemaal ingevuld. Maar zij kon toen dus op voor A. En als je dit allemaal kan, dan krijg je dus die medaille. En die mag je dan in je kist doen. Mijn sticker. Ja, ga dan wat meester Martijn vragen of je die ook mag vinden. Vindt hij dit niet goed voor mij? Hey, daarom mag ik misschien wel, daarom is het misschien een goed idee als je meeneemt het hele dingetje. Kan Martijn hem aanvullen van wat je allemaal al kan? Maar Lucilla vindt het echt leuk, hè, dat kistje. Even een update van Luxie's oogjes, laat ze even zien. Kom eens. Het gaat een stuk beter met haar oogjes. Ze zijn al een beetje rood. Ja, nog veel beter. Ja, er zit niet meer zoveel vochtigheid in, maar het is wel bijna over. Ik had ook. Ja, Lucilla had het een klein beetje, maar bij jou zie je helemaal niks meer. Bij jou is het allemaal al weg. Hé, maar je moet wel voorzichtig doen onder water zwemmen, hè? En niet te veel met de handen in de ogen wrijven, goed? Ja, Luxie die kan al zo goed zwemmen met arme benen lang. Ja. Papa jou geleerd. Ja, dus ze vindt het heel erg leuk om van papa zwemles te krijgen. Ze heeft nog wel bandjes. Luxie heeft nog niet de kracht genoeg om haarzelf boven water te houden. Dan is het natuurlijk nog 3, dus dat is hartstikke logisch. Maar het gevoel... Ik kan wel goed onder water kijken. Ja. Maar het gevoel dat zij dit doet, dat doet ze al heel goed. Ja. Nou, we zijn al veel te lang weer aan het kletsen, jongens. We gaan de auto in. Op naar het... Zwembad! Papa mee. Ja, papa gaat mee. Ja, papa die zit nog even in de tuin ergens volgens mij. Die liep hier net langs. Ja. En Lua gaat ook mee, schatje. Ben je het spannend? Ach, liefie, maar dat hoeft helemaal niet. Hé, dit is gewoon een soort feestje. Want jij kan dit gewoon heel goed. Maar dan moet je alles doen wat in een boekje staat. Ja, maar dan moet je doen je ook wel bij zwemles. Dat doe je ook bij zwemles altijd. Hé. Dat doe je altijd bij zwemles. Doe je ook dat boekje af. Is het koude bad? Ik denk gewoon het middelste bad. Lua zoeken. Daar papa zoeken. Lusjes mee. En op naar het zwembad. Ja, die gaan we ook ophalen. En dan gaan we de auto in. En Lucilla neemt haar kistje mee. Naar die kist. Sorry, kist. Nou jongens, zeg maar dag eens. Tot straks. Nou, we gaan op naar het zwembad. Iedereen aan boord? Ja. Lucilla aan boord, belangrijkste. Ja. Luan, Luxie en Lusjes. En de zwemspullen? Ja. Bikinis? Ja. Zwembroeken? Ja. Handdoeken? Ja. Papa? Ja. Ja, nou, let's go.
Cecile. Ze had zelfs haar kist in de gordel gezet. Ja, voor de scherpe bochten van papa. Is oma er ook al? Busje mooi geparkeerd op een familieuitstapplek. Nu aan de tassen. Mama de Maxi Cozy. Zo. Daar gaan we dan. En de jongste natuurlijk ook niet vergeten. Ja. We hebben een mooi zonnig weer. Ik heb trouwens vergeten. Ik heb nog mijn krokjes aan. Ja, ik ook. Ja, ja. Makkelijker, ja. Die teenslippers, ja. Zitten die aan? Ja, mooi hè? Krokjes aan. Zo, goedemorgen oma. Nou, we gaan... Ja, Lucilla heeft een zatkistje bij. En Lucilla, daar kan het A-diploma in. In de zatkist. Ja, sterke jongen, hè. Hoe mooi weer, Lucilla, met jou afzwemmen. Mooi weer. Nee. Nou, op naar binnen. Zo. Nou, daar zijn we dan. Het clubje compleet. Opa kan het terugzien. Ja, opa kan het terugzien op de vlog. Hè? Oh. Mini. Hey oma, dat is een hokje voor oma. We gaan aan het familiehokje. En dan zien we elkaar aan de andere kant weer in de zwemkleding. En de vingers knippen. 1, 2, 3. Tadaa. Op het zwembad. Naar het afzwembad. Daar kan het A-diploma in hebben, Zilla. Kijk, we gaan meteen vanaf nacht. Oeh, nou dat diepe was. Nou, zet hem op, hè. Ja. Je hebt al een diamant. Waar wil ik hem zetten dan? Oh, dat. Dus dat is peuterzwemmen A, B, C. Luan is bezig voor C, oma. En dan gaat Luxie ook beginnen met babyzwemmen. Met A zwemmen als ze 4 is. En Lucius. Ja, Lucius kijkt van ik ga ook beginnen met babyzwemmen. Ben jij er klaar voor? Ja. Ja, helemaal klaar? Ja. Voor jou aan? Ja. Alles helemaal toppie toppie doen? Ja. Wel hè? Dan gaan we een feestje vieren. Ja. Nou, succes meid. Badmeester is er ook klaar voor. Oh. Nou, goedemiddag is het alweer. Kijk, hier staat, hier gaat het allemaal om. Hier gaat het allemaal om. Nee, je gaat gewoon lekker naast staan. Ah. En nu gaat gewoon lekker meezwemmen. Ja? Nee. Thank you.
Hebben we dat gehad van ook zijn lessen? Ja. Hey, goed gedaan. Heel goed, oh Ziel. Ja. Heel goed gedaan. Zo. Gaan we nou nog even zwemles, of niet? Hey, dat gaat wat even met wat verder weg leggen. Ik ga nu wel nog een keer laten zien dat je verder van de water gaat. Ja, nu. Ga jij wel? Ja. Duiken. Voor C is dit. Ja, benieuwd. Kijk eens, hij gaat wel snel. Goed zo, jongen. Ja, heel goed. Heel goed, Luan. Toppie. Heel goed gedaan. Heel stuk. Heel stuk, jongen. Oh, dat kan jij ook, Sil. Hupsela. 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 Woehoe! Ja, goed zo. Goed zo. Snel zwemmen. Ja, 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 ja. Ja! Ja! Goed zo! Hey, ben je? Heel goed. En dan ben ik wel benieuwd. Die hebben jullie twee net zwemmen. Oeh. Ja? Nou, laat maar zien. Oh. Netjes. 3, 2, 1. Ja, goed zo. Goed zo. Onder water. Ja. Meester Martijn zei, ik ben ze gewoon een beetje aan het uitdagen. Om ze een beetje wat meer te laten kunnen dan wat ze eigenlijk al kunnen. En dat gaat hartstikke goed. Alle dingen die ze tot nu toe hebben laten zien, zijn voor diploma C. Super knap. 3, 2, 1. Yo. Nou, Lucilla. Van de duikplank. Goed zo. Van de hoge? De hoge? Gaan ze dat durven? Durven ze dat, Luxie? Ja, och joh. Echt waar? Ga je echt van de hoge? Ja? Oh, wat knap, wat knap, wat knap. Nou, meisje, kwam voor diploma aan. Kijk wat ze nu allemaal doet, jongens. Ik sta er zelf ook een beetje van te kijken, moet ik zeggen. Ja? Oh.
Even kijken. Even, mag mama even een shirtje doen van hoe het eruit ziet hierboven? Ik kan niet springen, maar... Kijk eens. Kijk eens. Ga je hier vanaf? Ja. Wacht even, even kijken hoor. Oh, daar is papa. Oké, okay, ga ik even naar beneden, oké? Okay? Lua gaat als eerste. Grote broer. Yo! Goed zo! Ach, kijk dan. Woehoe! Goed zo! Simba! Dat vind ik echt zo knap. Dat heeft ze nog nooit gedaan. Zel, wat goed! Van harte gefeliciteerd met je zwemdiploma. Krijg je voor mij als eerste een hele mooie medaille. Wow. En dan krijg je voor mij het allerbelangrijkste. De steen. Die kan gelijk in de schatkist. Schatkist. Ja. Ik vind het zo mooi zijn, die steen. Ja, moet je in. Laat eens kijken. Oh. Dus dat is de A-steen, Martijn? Ja. En wat was die groene steen ook alweer? Dat was de halverwege steen. Oh, de halverwege steen. Nou, is dat de A? Ja, papa was weer niet snel. Oh, hoor, ja, opnieuw. 3, 2, 1. Er komt nu natuurlijk het allerbelangrijkste. Het diploma. Kijk eens. Zwemdiploma A. Lucille, Maria, Catharina. Bellinga. Gefeliciteerd, hè? Wauw, hoe voelt dat, Lucilla? Heb je A-diploma? Wat zeg je dan tegen bouwmeester? Dankjewel. Alsjeblieft. En op voor B, hè? Kijk eens, mooi, Sjoel. Hier, Lucilla Maria Catharina, geboortedatum 17 januari 2015, heeft op 2 oktober 21 haar diploma gekregen. De vrolijkheid en de handtekening van de meester. Ja, dat meester's handtekening zet erop. Foto! Heel erg mooi, Sil. Maar... cadeautje van jou, van mama en ik ook. We hebben nog iets leuks voor jou natuurlijk. Omdat je niet lang bij het houdt. Zullen we dat even erbij pakken? En dan meester, tot de volgende les, hè? Tot de volgende keer. Ja, ze had nog stickers van badmeester gekregen die je miste, hè? En die moet dan, waar moet die op? Waar moet die op, hè? Oeh, kijk. Nou is het boekje compleet. Ja, zo. Alle stickers erin. En dan die, waar moet die dan? Nog één? Ja. Ja. Nou, plak erin. Nou is het boekje helemaal compleet. Je bent zo'n mooi precies meisje, hè? Nou, paspoort is met A vol. High five, mevrouw. Op naar B. Helemaal, en laat eens zien, wat heb je eronder gelegd? Kijk eens. Pas precies. Pas precies. Goed, hè? Leg dat kaartje er maar lekker, ja. Doen we die dicht, want oma heeft ook nog iets voor jou. Oh, ga eens kijken bij oma. Oh, wat zeg je dan? Fijn dat je erbij bent, oma. He? Die kan ook nog onderin. Kijk, oh, even kijken zo. Ja, ja. Kijk eens. Kijk. Lekker, hè?
die zo, en dan die. Oh, en dan nog een. Oh, wauw, wat zijn dat? Unicorn puzzels. Kijk eens, Luxie. Zusje heeft unicorn puzzels. Gefeliciteerd met de halen van de zwemdiploma, visjes van opa. Nou, opa en gedachten, ben je bij ons, hè? En wij gaan nog even lekker spatteren in het bad. Even in het dierenbakje, dan gaan we straks, als Luusjes gedronken heeft, in het grote bad komen. En van de rapido glijbaan, toch? Ja, om even een bad pakken aan, dat kan er niks verliezen. Gezellig, hè? Hey, Sil! Gaan we, van de rapido. Oma gaat van de rapido. Kijk of ze net zo kan gillen, gaan we van de glijbaan, dan zie je met oma. Nou, oma, geef oma een hand, Sil. Met oma aan de glijbaan. Daar gaat ze, hoor. Zet hem op, hè. Oma, wat rapido. Zo, hij zit aan. Zet hem op, hè. Kom naar boven. Pommetje. Pommetje. Oma van de rapido. Daar gaat ie, hoor. Ja, trots op jou. Doei! Volg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.